Ja, het is misschien wel weer een beetje wennen. Na groot succes in Las Vegas en het Londense West End toert Hans Klok de komende maanden weer gewoon door Nederland met zijn succesvolle Houdini Experience. Met opnieuw een groot aantal spiksplinternieuwe trucs en illusies. Dames en heren, Hans Klok! Hans, kom zitten. Nou, daar zitten we dus echt. Ik zei het al tegen het publiek. We zitten er op 1 meter vanaf. Nou ja, jij ja. Meter. Het is niet te geloven, Hans. Ja, geen cameratrucs. Geen cameratrucs, niks. Nee. Wat leuk dat je. Ik moet bijna zeggen, wat sympathiek en leuk dat je weer in Nederland bent. Want het succes in de wereld is groot op dit moment. Ja. En toch heb je even tijd voor ons. Ja, tuurlijk. Ik ben ook blij om in Nederland te zijn, want ik ben een super Nederlands. Dus ik hou van Nederland en ik vind het Nederlands publiek. Ik hoor natuurlijk een klein beetje tot het meubilair in Nederland. Maar ja, ik hoop dat de mensen weer in grote getalen komen. En het laatste wat we gedaan hebben was natuurlijk West End in Londen. Ja. En dat was een mega succes. Ja, ik zag het zelfs op de Engelse televisie, Engelse kranten. Laaiend. Ja. Je hebt hier aan tafel beloofd, de laatste keer dat je er was. Je zegt, ik denk weer iets nieuws. Want ja. Dat moet natuurlijk wel. Want als je fans hebt, dan komen ze vaak en graag. Ja. Op een gegeven moment hebben ze dan een truc. Niet dat ze hem begrijpen, nooit natuurlijk. Maar ze hebben hem wel een keer gezien. Je hebt weer veel nieuwe dingen bedacht? Ja, ik heb veel nieuwe dingen bedacht. En niet alleen natuurlijk zelf bedacht, ook met een heel team mensen bedacht. En ik ben natuurlijk in de oude boeken gedoken. Vooral de boeken van Houdini. Ja. Natuurlijk van Houdini weten we dat hij bijna alle geheimen mee het graf in heeft genomen. Maar een enkele heeft hij opgeschreven. En daar ben ik achter gekomen via de familie van Houdini. Heel verhaal. En dan moet je zo'n geheim kopen. Dan heb je alleen maar een geheim. En het gekke is, bij Houdini was het eigenlijk puur skills. Dus puur talent, spierbeheersing. Uh-huh. En dat doe ik dus eigenlijk ook in de show. Het zijn meer stunts. Dus vaak is er weinig truc aan. Of soms helemaal geen truc aan. Maar dat maakt het ook wel weer spannend. Dus ik ben een tegenwoordig illusionist / stuntman. Ja, ja. En, waar we mee begonnen, die doos, die van de grond, dat is geen Houdini-act, neem ik aan. Nee, dat is echt een illusie. En dat is, een illusie. Trouwens, die truc bestaat nog niet zo heel erg lang. Of een truc, illusie. Maar in heb de Houdini-experience. Nee, deze heb ik niet gekocht. Dat is gewoon, op een gegeven moment weet je natuurlijk hoe die systemen werken. Ja. Want alles wat ik doe is gebaseerd op zweven, verdwijnen, hoofden eraf halen. En dat zijn maar een paar dingen waar je mee kan blijven spotten, hè, met de wetenschap. En de natuurwetten. En daar is natuurlijk alles wat ik doe op gebaseerd. In Engeland hadden we natuurlijk, het West End was voor mij een droom. En daar elke recensie 4-5 sterren, dat is, dat is dan gelukt. Maar nu in Nederland had ik wel het probleem. Want de Nederlanders kennen Hans Klok. En die hebben het af en toe het trucje wel gezien. Dus ik moest gewoon met nieuwe dingen komen. Dus de afgelopen half jaar ben ik als een gek bezig geweest in mijn loods. En samen met een heel groot team, fantastische mensen. We krijgen er nog één, hè? Oh. We gaan er één doen. Ja, ik ga jou eigenlijk een beetje uitdagen. Hoe zei je nou dat werkte? Hoe dat ging? Nee? Hoe dat goed? Hoe dat werkt? Ja. Het werkt goed. Laten we even kijken naar een aantal. Ik wil het gewoon weten. Ja, iedereen wil het weten. Aan de hoogtepunten van je show. Ja, leuk. Enzovoort, enzovoort. Even voordat we naar de volgende illusie gaan. En we zitten er nogmaals met onze neus bovenop. Ook te kijken thuis. Toren C, een door ons zeer bewonderd programma. We hebben de meiden laatst nog aan tafel gehad. Gisteren, ik geloof, een van de laatste uitzendingen. Maar goed, weet ik niet eens zeker. Deed jij aan mee? Tot onze grote verrassing. Mogen we eerst even kijken naar de scène? Ja, laat maar een stukje zien. Leuk. Ja, dat is een sleutel. Ja. En u weet niet hoe die hier terecht is gekomen? Nee. Bent u erop gaan zitten? Ja, natuurlijk niet. Maar normaal goochelt u iets uit een hoed, toch? Ja.
We hebben alles al geprobeerd. Kunt u mij uitleggen hoe de truc precies werkt? Ja, dat mag ik niet verklappen. Ja, nee, sorry. Deze truc kost heel duur. Is heel duur. Ja, is heel duur. Ja. Maar als ik het goed begrijp, is dat dus de sleutel waarmee dit open gaat? Ja. En u heeft geen reservesleutel? Nee. Nee. Oh. Mooi. Zou je ze hebben. Ja, sportief dat je meedoet, zo wijdbeens. Ja, maar ik ben groot fan van Torenzee. En Maaike en Margot zijn natuurlijk geweldige actrices. Mm-hmm. En ja, ik was vereerd. En ja, vooral, ik speel gewoon mezelf. En het is natuurlijk ja, ludiek en leuk. Ja, leuk dat je ervoor gevraagd wordt. Sleuteltje ingeslikt. Ja. Zoiets. Het loopt goed af. Je kan het op YouTube zien. Ik kan op een of andere manier wachten. Ik weet niet, ben je zover? Ja, ik ben er klaar voor. Wat wil je van mij? Nou, je hoeft alleen maar goed op te letten. Ik mag er dicht op staan, zei je. Je mag het ja, normaal gesproken doe ik dat nooit. Maar voor één keer maak ik een uitzondering. Dus als jij nou goed oplet wat ik ga doen, en dan heel misschien kom jij erachter. Ja. En de meest argwanende is natuurlijk Prem Radakishu, dat begrijp je. Nee, nee. Een van Betty Box stonden we van tevoren en een van die dansers duwde het tegen. En ik ging op zijn wc doen. Maar je zit, ik bedoel, ik ben echt heel sceptisch, maar ook ik. Ik bedoel, misschien dat ik binnenkom rijden. Ja. Er zit niets aan. Nee. Nou, nee. Kom nou naar een show, want er is niks van te begrijpen. We gaan? Ja, we gaan. Matthijs, het enige wat je hoeft te doen. Okay. Hou je ogen open. Hier wil je mee, hè? Ja, oké. Okay. Dat je verstand ging doen, ja. Maar dat het laatste stage misschien toch een gevoelskwestie was.